De kleuters van OS Brownsweg kunnen niet naar school. NDP-parlementariër Wil Sientje van Emden zei dit afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée tijdens een themavergadering over het onderwijs. Ze zegt dat het district kampt met veel problemen op onderwijsgebied. Er zal volgens haar een groot tekort zijn aan leslokalen. Leerlingen moeten van goed onderwijs kunnen genieten, maar dan moeten de randvoorwaarden in place zijn. OS Brownsweg, daar kunnen de kleuters niet eens geplaatst worden. En zie daar, want in Paramaribo worden de driejarigen zelf geplaatst. Dus daar kunnen ze dan niet naar school. Veel parttimers van Avondmulo Brownsweg verlaten de school omdat ze niet betaald zijn het heel schooljaar, afgelopen schooljaar. Enkele van die parttimers hebben ontvangen tot en met februari 2024. Dus ze werken om beter van te worden, om een beter bestand te hebben. En ze krijgen dat geld niet. Dus ze verlaten het onderwijs. En met de parttimers, met het tekort aan leerkrachten, wegtrekken van leerkrachten, zouden die parttimers echt een hulp zijn. PL-parlementariër Evert Carter benadrukte dat de vernieuwingen binnen het onderwijs belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het land. Echter staan deze vernieuwingen onder druk van aanzienlijke obstakels. De uitdagingen omvatten een tekort aan scholen en lokalen in de districten, inadequate schoolmeubilair, het wegtrekken van leerkrachten, gebrekkige communicatie binnen het onderwijssysteem en een afname van interesse van de studenten om in het onderwijs te studeren. Samen vormen deze factoren een ernstige bedreiging voor de toekomst van het onderwijs. Voorzitter, wat ik heb opgemerkt is dat alles meer theoretisch wordt gepresenteerd. Dit allemaal is mooi, maar we missen de actie binnen het ministerie. Alle beleidsdoelen worden vaak mooi gepresenteerd, maar in de realiteit wordt er helemaal niet voldoende geïnvesteerd. 4 jaren al wordt er hier in uw college gesproken over het beleid en investeren in het onderwijs. Verschillende DNA-leden hebben de problemen binnen het onderwijs benadrukt. Minister Henry Ory erkent dat er vele uitdagingen zijn binnen het onderwijs. Het ministerie van Onderwijs werkt eraan om de vele uitdagingen weg te werken.